Hi, Krijf. Leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 30. En het is van maandag 22 juli tot en met zondag 28 juli. Dan staan de kaarten goed om te kijken wat deze week voor de kreeft in petto heeft. Dan lijkt het kreeft alsof je deze week eigenlijk een beetje een lastige start hebt. Ik heb het gevoel dat je een bepaalde keuze moet maken waar je voor jezelf niet helemaal goed uitkomt. Je vindt het echt een lastige pakket. En het is niet per se echt een lastig iets, maar het voelt voor jou in ieder geval heel erg lastig. En je zult merken dat je dan ook niet zo heel goed die juiste beslissing meteen kan nemen. Je bent er echt voor jezelf over aan nadenken. En het zou zelfs zomaar kunnen zijn dat je dat samen ook met andere mensen gaat doen. Dat je echt wilt horen wat andere mensen je daarin kunnen adviseren. Of wat andere mensen zouden doen. En dat je daar zelf dan weer bepaalde ideeën vandaan haalt. Ik heb wel het gevoel op het moment dat je die keuze hebt gemaakt, zul je echt ineens met sprongen vooruit gaan. En dan zul je eigenlijk merken dat het een besluit is waar je gelukkig van wordt op het moment dat je het uitgesproken hebt naar die persoon toe of naar de situatie toe waar die van toepassing is. Want het houdt je echt een beetje een soort van gevangen. Dus maak dat besluit. Voel wel met heel je hart of het het juiste besluit is, maar het is goed op het moment dat je het naar buiten brengt, want ga je zelf als persoon weer van groeien en je gaat ook weer lekker bloeien. En dat is een stukje wat je eigenlijk nodig hebt. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt en ik wens je sowieso een super fijne week.